Vandaag is de 6e editie van de jaarlijkse Cedrislezing. Dit jaar wordt die gehouden door de kersverse nieuwe staatssecretaris Tamara van Ark. De weg naar een arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt om mee te doen, kan lang en kronkelig zijn. Maar het reisdoel is duidelijk. Wat ik vooral heb gezegd is, laten we nou met elkaar de schouders eronder zetten om mensen aan het werk te helpen. Ook als het niet vanzelf gaat. Hoe kunnen we de overgangen van dagbesteding, beschut, banenafspraak en een reguliere baan versoepelen? Ook in de weg terug, als het even tegen zit. Hoe kunnen we voldoen aan de behoefte aan bescherming zonder mensen vast te zetten? We weten ook allemaal dat er een regeerakkoord ligt waar we nog wel een aantal vraagtekens bij hebben. Maar ik heb het wel opgevat als een uitgestoken hand. Ze wil overleggen met ons, met anderen, om er echt iets van te maken. Waarbij, zoals ze ook zei, het belangrijkste is dat we mensen die moeite hebben met zelf een baan te vinden, dat we die aan het werk helpen. Daarnaast hebben we een politiek panel met lokale lijsttrekkers, omdat de gemeenteraadsverkiezingen bijna zijn. Als het een baan is, hoort er een salaris bij. En ik vind dat wij het ook verplicht zijn om nu na te denken over de groep die voor altijd is aangewezen op dat beschutte werk. Moeten die nou een hele leven wettelijk minimumloon? Want we vinden toch dat werk moet lonen. Of gaan we daar nou een keer netjes met elkaar afspraken over maken? Ja. En als kers op deze mooie taart een schitterende prijsuitreiking voor de Cedris Waarderingsprijs om organisaties en projecten in het zonnetje te zetten die kansen hebben geboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En door die voorbeelden proberen we ook elders in het land ideeën wakker te maken om deze groepen een kans te geven. Ik ben zo blij dat ik niet in de jury zat. Is gewonnen door Autitalent. Er zitten mensen met autisme in op het uitkijken van camerabeelden van in zaken opsporingsonderzoeken. En daar zijn ze heel succesvol in gebleken, omdat mensen met autisme zien heel veel details. Ja, en het omdenken van problemen naar kansen en mogelijkheden, ja, dat vind ik echt het cadeautje van vanmiddag. Vaak is het een beetje somber als het gaat om mensen met een beperking en werk. Maar er zijn dus ook hele mooie voorbeelden waar je dus heel erg vrolijk van wordt. Ja, en daar wil ik wel heel graag mee aan de slag.